specialist. Ontdek het gemak van fietsen op een e-bike. Net dat extra steuntje in de rug. Profiel, de fietsspecialist.nl. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Kom ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloopwinkel van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleinhuisraad, kleding, LP's, video's, curiositeiten. Nou, gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Het Pannenhuis, tussen de Praxis en de Floor Factory Het Steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice in Huizen. Maak kennis met het culinaire Griekenland in restaurant Athene in Huizen. In onvergetelijke maaltijd en uitstekende bediening in een gezellige Griekse sfeer. Geniet van de traditionele Griekse keuken tegen scherpe prijzen. Grieks restaurant Athene is dagelijks geopend van 4:00 middags tot 10:00 avonds. Afhalen na bestelling is mogelijk. Grieks restaurant Athene vindt u in de Vierakkerstraat 38 in Huizen. Telefoon 026 325 0055. Kijk ook op onze website www.athenehuizen.com. Meneer Nas, u bent dierenarts hier in Bemmel. U heeft ongetwijfeld iets met paarden. Ja, ik ben paardenarts al vanaf 1984. Ja. En ik doe al jaren hier controleren of de dieren gezond zijn. Dus bij aanvoer staan we aan het begin van de straat of we lopen rond. Het is nu om 6:00 pas licht geworden, dus nu kunnen we alles goed zien. Mm-hmm. En we bekijken of ze gezond zijn, niet verkouden zijn, niet ziek zijn. Of ze geen andere afwijkingen hebben, wonden of zo, want dan moeten ze van de markt gezet worden. Ja. Maar de laatste jaren valt dat heel erg mee, want ze weten waar ze tegenwoordig aan toe zijn. En we hebben de Voedsel- en Warenautoriteit en de Dierenbescherming achter ons staan. En dat gaat in samenwerking buitengewoon. Ja. Wat er van de morgen binnengekomen is, tenminste wat u tot nog toe al heeft kunnen zien, hoe ziet dat eruit? Het ziet er best wel goed uit. Je ziet heel veel dat ze netjes gevlochten zijn, netjes gewassen zijn en er netjes bij staan. Mm. Dat is toch 80% van de paarden en dan heb je 20% die er een beetje minder uitzien en die ook wel slechter zijn. Dus je hebt natuurlijk statenmaan, eczeem komt veel voor en die beestjes kun je heel moeilijk verkopen en die proberen ze dan hier te slijten op zo'n markt. Ja. Maar die gaan voor heel weinig geld gaan die weg. Ja.
Pony, een paard, is dat een duur dier om dat te houden? Het is best wel duur om te houden. Je moet tellen, als je zelf weiland hebt, dan kun je tellen dat het 100 euro in de maand kost. Dus dan kost je dat 1000 tot 1200 per jaar. Maar als je hem ergens moet neerzetten, dan kost het al gauw tussen de 200 en 300 in de maand. En dan wordt het een dure hobby. Ja. De aanschaf valt meestal wel mee. Dus je kunt beter een beetje meer uitgeven aan de aanschaf. Want het houden van een dier, als je hem 10 jaar houdt, dan kost het natuurlijk veel meer. Ja. Ik zie een heel tevreden gezicht. Hoe loopt het momenteel bij de Bemmelse ponymarkt? Prima, heel goed. We zijn dit jaar voor het eerst staan we op eigen benen, om het zo maar eens even te zeggen, zonder de gemeente. We hebben de commissie ook wat uitgebreid. We hebben gelukkig nog wat mensen erbij gekregen. Dus we bestaan nu uit 7 mensen. Dat geeft toch wel wat meer rust. En dit keer hebben we voor het eerst nu alles moeten regelen zelf. Althans, we zijn als volksvermaak aangewezen. Dan doet de gemeente nog wel een heleboel. Ja. Maar ook een aantal zaken niet, zoals toiletunits, et cetera. Die moet je dan zelf regelen. Ja. Dus we zijn nu voor het eerst aan het kijken van hoe dit loopt. En ook met name wat de kosten zijn. Want dat gaat natuurlijk Je zit momenteel toch nog steeds in die zogenaamde recessie, om het zo maar te zeggen. Ja. Dan wordt het toch verrekte moeilijk om de zaken rond te krijgen. Dat klopt. En in die zin, financieel gezien, is het nog steeds een lastig verhaal. Gelukkig krijgen we van de gemeente nog een subsidie. Dat is een afbouwsubsidie. Dus we zullen elk jaar weer meer voor eigen inkomsten moeten zorgen. Nou, prima. Dat doen we ook. Maar de recessie helpt inderdaad niet mee om het makkelijk te vinden. Maar goed, het is toch ook dit jaar weer aardig gelukt om de touwtjes erbij aan elkaar te knopen. Ja. Hoe staat de Bemmelse bevolking tegenover de ponymarkt? Want het is iets vanuit het vroeger, traditie. Maar hoe staan ze nu tegenover die traditie? Nou, volgens mij staat Bemmel daar positief tegenover. In de zin van, ik kom hier altijd een hoop autochtonen tegen hier. En die vinden het altijd leuk om over de markt te lopen, over de braderie, daar naar de kermis. En uiteindelijk 's middags lekker de tent in hier. Lekker gezellig met elkaar doen. En daar hoort dit bij, daar is dit een onderdeel van. En je moet het gehinnik horen hier op de achtergrond. En de stront ruiken, om het zo maar eens even te zeggen. Het is gewoon, dat hoort er allemaal bij. Ik zie u in een hele mooie jas lopen. Daar staat op Ice for Animals. Ice on Animals, ja. On Animals, dus u houdt de dieren in het oog, om het zo maar eens te zeggen. Dat klopt. Maar er is al een dierenbescherming. Hoezo dan nog deze organisatie? Nou, de dierenbescherming is heel breed georiënteerd. Wij horen uitdrukkelijk niet bij de dierenbescherming, maar wij zijn een eigen organisatie met het hoofdkantoor in Amsterdam. En er wordt toch over het algemeen weinig gedaan en geregeld voor landbouwdieren. Op slachthuizen proberen wij in overleg met de industrie wat verbeteringen aan te brengen. Wij lopen over de markten, veemarkten, slachthuizen, zei ik. Lange afstandstransporten, korte afstandstransporten. Kijken of het allemaal goed gaat, of de rusttijden in gehandhaafd worden en zo. En we komen ook in het buitenland. We zijn internationaal. Ja. Maar u zegt, we kijken naar. Heeft u een of andere bevoegdheid om op te treden, bij wijze van spreken? Ja, wij hebben geen enkele bevoegdheid. Wij moeten het hebben van de dialoog, van overleg. En altijd praten, want je kunt alles wel verbieden, maar dat is niet realistisch. Wat is het ultieme doel? Dat is heel moeilijk. Zo min mogelijk dierenleed. En dat is heel moeilijk, want een markt is nooit leuk voor een dier. Ja. Animals on Ice, die hebben ongetwijfeld een website. Iceonanimals.com, ja. Of .nl, dat mag ook. En daar kunnen mensen alles op vinden en daar kunnen ze zich eventueel ook aanmelden? Altijd, ja. We zijn altijd blij met donateurs, want we zijn vrijwillig. En we reizen veel, omdat we ook naar het buitenland gaan. Maar heel vaak betalen we onze eigen dingen zelf, want dat geld dat is gewoon belangrijk voor de dieren. Op dinsdag 12 augustus werd de buitenzorg Korte Baandraaf vrijgehouden. En er kwamen 24 paarden aan de start, welke behoren tot de top in Gelderland. Er was de mogelijkheid die dag om op de paarden te wedden, want een mobiel wedkantoor van de totalisator was aanwezig. Het evenement vond plaats op de Tezelaar en moest beginnen om 2:30.
maar enkele hoosbuien deden de baan op enkele plaatsen wegspoelen. Met vereende kracht en vakmanschap werd het water afgevoerd en kon met de reparatie begonnen worden. De gemeente Lingewaard liet nog een vrachtwagen met zand komen en rond 3 uur kon de eerste koers van start gaan. Met verbazingwekkende snelheden van rond de 60 km per uur reden de combinaties over de Tezelaar. Hier en daar spatte het aanwezige natte zand metershoog de lucht in. Langzamerhand kwamen ook de toeschouwers naar het evenement, ondanks de dreiging van meerdere buien. Grote overmacht voor Co Zwagerman in Bemmel. Geen rit verloren, geen moment in de problemen. De uiteindelijke uitslag was 1. Co Zwagerman met rijder Frans van der Blonk 300 meter. 2. Prince of More met rijder John de Leeuw 300 meter. 3. Amalia Beemt met rijder Dion Tesselaar 300 meter. 4. Lovely Lane met rijder Ruud Pols 295 meter. Haalderen stond de afgelopen dagen in het teken van het 43ste kinderdorp. Net als voorgaande jaren was de organisatie in handen van de vrijwilligers van de Stichting Kivak. Vrijdag werd begonnen met de bouw van het kinderdorp. De kinderen bouwden met behulp en onder toezicht van hun ouders, opa's en oma's hun onderkomen voor de komende 8 dagen. Hierbij werden rakenklappen uitgedeeld. Hoewel... werd voorafgegaan door een show van de kinderen. Het thema dit jaar was de Efteling. Daarbij lieten de kinderen zich van hun meest sprookjesachtige kant zien. Ha 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 ha!
naar het dorp, konden de kinderen zich vermaken op de Fancy Fair met allerlei spelletjes. Dinsdagavond lieten de kinderen aan hun ouders zien dat er in een klein dorp als Haalderen veel jong aanstormend talent aanwezig is. Ruim 50 vrijwilligers van de stichting Kivak zijn maandenlang druk geweest met de organisatie van het kinderfeest. Dankzij deze vrijwilligers hebben veel kinderen een fantastische week gehad.